In deze video komt een van de bekendste verlichte denkers voorbij, namelijk de Fransman Voltaire, en zijn kijk op wat eigenlijk de vrijheid van denken is en hoe er geregeerd zou moeten worden. Want wat we zagen in die 18e eeuw is dat aan de ene kant dus de verlichting opkwam, maar aan de andere kant zagen we ook in de vorige video dat het absolutisme steeds meer op kwam zetten. Ja, en die twee zaken die komen nu samen in die 18e eeuw. Als je ze bij elkaar optelt, krijg je het verlicht absolutisme. Wat is dat precies? Nou, dat is ook iets waar we het al tijdens de 10 tijdvak over hebben gehad. We zitten hier weer in tijdvak 7. En het verlichte absolutisme is een regeringsvorm waarbij de vorst probeert om met verlichte ideeën zijn bestuur te verbeteren, maar wel alle macht blijft houden. Dus de vorst beslist, maar hij probeert het wel zo goed mogelijk te doen voor zijn bevolking en voor zijn land. Dat is de verlichte kant ervan, en dat hij dus in zijn eentje beslist, is de absolute kant ervan. Een goed voorbeeld daarvan is de Pruisische koning Frederik de Grote. En Pruisen, dat is het gedeelte dat ik nu hier op het kaartje rechts arceer. Het is het gedeelte wat hoort bij het Duitse Rijk. Het was een van de machtigste Duitse staten uit die tijd. En aan Frederik de Grote, daar zou je het volgende citaat aan kunnen toeschrijven, wat eigenlijk het verlichte absolutisme ook omvat. Namelijk Frederik de Grote, die zei, alles voor het volk, niets door het volk. Ik probeer alles voor mijn bevolking te doen. Ik ben verlicht, ik probeer ze vooruit te helpen, maar ik laat niets door het volk doen. Want ik beslis, ik ben een absolute vorst. En dus een verlichte absolute vorst. Nou, wat deed hij dan, die Frederik de Grote? Welke maatregelen nam hij? Nou, een paar voorbeelden om aan te geven dat hij het beste met zijn bevolking voor had. Zo was hij voor godsdienstige verdraagzaamheid. Hij ving godsdienstige vluchtelingen op die elders, bijvoorbeeld uit Frankrijk, weg moesten. Franse protestanten, die er vanwege het katholicisme niet meer mochten zijn, die vonden onderdak in Pruisen. Zo zorgde hij er ook voor dat de aardappel flink werd verspreid en flink werd geteeld in Pruisen, zodat er genoeg eten zou zijn. Dus hij keek ook wel goed naar wat de bevolking nodig had en zo voorkwam hij hongersnood. En wat hij ook deed, was zorgen dat de moerassen werden drooggelegd, zodat er nieuwe landbouwgrond in gebruik kon worden genomen, zodat er genoeg voedsel was voor zijn bevolking. Allemaal zaken die hij als verlichte despoot, als verlichte absolute vorst, liet doen om zijn bevolking vooruit te helpen. Nou, andere voorbeelden van verlichte absolute vorsten in deze tijd zijn Catharina de Grote van Rusland, tsarin, en de Oostenrijkse keizer Jozef II. Ook zij zijn vorsten die in hun eentje beslissen, absolute vorsten, maar ze proberen het op een verlichte manier te doen. Ja, en één iemand door wie ze eigenlijk allemaal geïnspireerd worden, met wie ze ook allemaal contact hebben, is dus die Franse verlichte denker Voltaire. Nou, en hoe dacht Voltaire over de vrijheid van denken en over de rol van de staat? Over de vrijheid van denken, daarvan zei Voltaire dat hij er absoluut moest zijn. Hij was echt voor vrijheid van meningsuiting. Iedereen moest kunnen zeggen en schrijven en publiceren wat hij wilde. En hij was ook voor vrijheid van geloof. Hij was absoluut tegen die intolerantie. Hij was tegen geloofsvervolgingen. Hij wilde dat daar geen conflicten meer over zouden zijn. Het vrije woord, dat was het allerbelangrijkste volgens Voltaire. Hij hoefde niet met je mening eens te zijn, maar hij vond wel dat je die mening kon uiten. Iets anders is dus die rol van de overheid. Hoe zat dat volgens Voltaire? Nou ja, Voltaire die zei dat droit de vin niet bestaat. Dat is niet te verstandelijk niet te verklaren, met de ratio niet te verklaren. Dus de vorst die gebruikt dit volgens Voltaire alleen zodat het volk hem gehoorzaamt. Voltaire die zei ook dat het Franse bestuur wel wat meer weg mocht hebben van het Engelse bestuur. In die Engelse staatsinrichting, daar had het parlement, de vertegenwoordiging van het volk, wel degelijk invloed op de beslissingen die uiteindelijk door de regering werden genomen. In Frankrijk was dat niet zo. En Voltaire wilde ook meer invloed van het volk in Frankrijk op dat bestuur. Maar, zei Voltaire ook, het gewone volk is eigenlijk nog te dom om mee te beslissen. Het moet wel opgevoed worden. Nu zijn mensen nog niet zo ver dat ze automatisch verlicht kunnen denken. Dus hij was ook heel erg voor onderwijs en dergelijke om het gewone volk vooruit te helpen. En dat is ook weer een taak van die overheid. Want de belangrijkste taak van de overheid is sowieso volgens Voltaire dat hij moet zorgen voor de welzijn van het volk. Net zoals die verlichte absolute vorsten zoals Frederik de Grote en Catharina en Jozef in Oostenrijk en Pruisen dat ook deden. En Voltaire was dus in zekere zin een inspiratiebron voor deze verlichte absolute vorsten. En deze ideeën van Voltaire zijn ook weer zo'n voorbeeld dat examenmakers voor hebben geschreven, dat je dus moet kennen. In ieder geval heeft het ook weer te maken met die wetenschappelijke revolutie waaruit die verlichting voortkomt, maar er komt nu ook een ander kenmerkend aspect nog voorbij,
namelijk dat verlichte absolutisme.